De wedstrijd in deze stadion is Aalst versus Moeskroen. Eendracht Aalst had vorig seizoen met een 16e plaats al niet veel overschot. Bovendien liet het een zestal van zijn betere spelers vertrekken en kwamen er vooral onbekende voetballers in de plaats. Moeskroen, vorig seizoen 7e in het eindklassement, moet vooral het vertrek van zijn topschutter Nenad Jestrovic opvangen. Bij Aalst toch maar 3 nieuwe namen aan de aftrap. De Senegalees Seidi, de Nederlander Brigi en de Nigeriaan Imagbudu. Bij Moeskroen 2 inkomende transfers in de basis. Geoffrey Klaes overgekomen van Lierse en Zoran Ban terug op zijn oude nest na 2 seizoenen bij Racing Genk. Het commentaar bij Aalst Moeskroen is van Wilfried Mostings. Imagbudu, goede schijnbeweging. Brigi kan overnemen. Maar Goedo is er opnieuw, die steekt de bal tot bij Dimbala, vrije schietkans. Nog een voorzet voor Albrecht, zegt de controle van Andriessen erbij. En dan Dimbala, dat moet een doelpunt worden. Nee, nog niet. Eerste opwinding in de partij na goed 10 minuten spelen. Dimbala had moeten scoren, maar vergat het. En zo blijft het 0-0. En na veel overleg daar krijgen we een penalty. Kijkt hier nog maar eens in de herhaling wat daar precies is gebeurd. Handspel of iets dergelijks. De bal gaat op de stip. De beslissing is van een nieuwe scheidsrechter in eerste klasse. Stefan Breda. De man uit Verviers. Zijn debuut in de hoogste klasse. De bal op de stip bij Stojak. Voor hem van Andriessen. Die redt het. Goeie save van Frankie van den Driessen. Vorig jaar nauwelijks gespeeld met blessures. Nu weer in de basis en hij stopt de penalty van Damir Stojak. De Joegoslaaf overgekomen van Napels. Eind vorig seizoen al. Casto met haar balverlies bij Brigi. Daar is de kans voor Dimbala. De goal. We zijn bijna halfweg de eerste helft en Aalst heeft een verdiende voorsprong via Patrick Dimbala. Lullig balverlies daar van Casto. Brigi, de Nederlandse Algerijn, dan met de assist voor Dimbala die zo'n kans niet mocht laten liggen. En Van den Driessen voor de eerste keer verslagen, 1-0. Alweer balverlies bij Moeskroen. Dit keer van Koen de Vleeshouwer en daar is Dimbala er weer vandoor. Casto kan hem niet volgen. Dit was zwakke afwerking van de Belgische Congolees. De Gardijn. Meteen diep bij Zevlakov. De Gardijn opnieuw. Dat is een goede actie van Moeskroen. 2 minuten voor de rust. Cherf kan die bal alleen maar naar achteren steken. En dan Zoran Ban botsen de bal naast. Het blijft harken voor Moeskroen. 1 keer toch een redelijke actie, maar niet afgerond door Zoran Ban. David van Nooijwegen nog met een vrije trap. We zitten nu dicht bij de rust. Na een matige eerste helft met vooral een ondermaats Moeskroen. Dat logischerwijs op verlies staat 1-0. Verre bal. Grégoire met de voorzet. De goede mogelijkheid voor Zevlakov. Die is mogen blijven staan. Zoran Ban vervangen. Net als Tonsi Martic en Marco Casto. Moeskroen probeert de wedstrijd in handen te nemen. Bal opgeheist door de Gardijn. Ingespeeld voor Tjerf. Gaat veel vlugger plots. De Vleeschouwer voor Zevlakov. Tweede kopbalkans. Tweede keer gemist. Kustus met de ingooi voor Albrecht. De Aalsterse jongsters. Albrecht nog. De voorzet met links. Was niet kwaad. Imagbudu in de vlucht. En Van den Driessen moet plat. Zo makkelijk krijgt Moeskroen het dan ook weer niet. Halfweg de tweede helft. En het blijft behelpen voor Moeskroen. Bakadal haalt die bal eruit de lucht. Maar levert dan slordig af. En zo krijgen we weer een tegenstoot van Eendracht Aalst met Arts. Die probeert zelf door te breken.
Dybala kan overnemen. Bridji is er ook nog. Die kan uithalen misschien. Zo via het lijf van Teklaak de bal bij Van den Driessen. Gaat nu snel over en weer. Bakadal aan de overkant. Met nog te weinig steun. Ze vinden elkaar heel moeizaam bij Mouskroen. Goeie dribbel van Grégoire. Bakadal legt af voor Tjerev. Bal op Kujovic. Tjerev weet niet waar naartoe met die bal. En dat is al de hele tijd zo bij Mouskroen. Dat ze elkaar heel moeizaam vinden. Geen goede bewegingen op de goede moment. Sevlakov verdienstelijk. Daar is Bakadal. De bal gaat in het zijnet. De Vleeschouwer. Aandringen nu toch van Mouskroen. Arts die uitglijdt. Tjerev! Op de lat. Dat zit Mouskroen dan ook nog niet mee. Maar de druk neemt toe. En er vallen openingen in de defensie van Eendracht Aalst. Mouskroen probeert de forcing te blijven voeren. Met nog een kwartier te gaan. Dugardijn en Sevlakov. Die zou kunnen uithalen. Nog eens Dugardijn. Aan de tweede paal, Grégoire. Daar zijn het. We zitten nu dicht bij het einde van de wedstrijd. En net als vorig jaar, afgefloten ondertussen, verliest Mouskroen hier met 1-0 na een matte prestatie. Te slap begonnen en niet meer kunnen rechtzetten in de tweede helft. Een opsteker voor degradatiekandidaat Eendracht Aalst dat hier wint tegen Mouskroen met 1-0.